Het goede nieuws op de hertgang kwam vandaag op naam van Stijn Schaars. Weer buiten en weer heel actief. Hij herstelt van een knieblessure en dan krijg je een glimlach van op je gezicht. Of zou dat in het geval van Cocu misschien wel kunnen zijn dat zijn collega's Faber en Van der Weerde een tijdje in het midden stonden bij de rondo. En voor spelers is dat natuurlijk niets leuker dan de trainers in het midden. En het duurde even voordat ze eruit mochten. Aan de andere kant, een rustige kant van het veld, de keepers met de broers Bertrams, Jesse en Nigel samen met Ruud Hesp. Daarvoor keek Cocu streng en geconcentreerd naar de uitvoering van de warming-up door de 9 spelers die hij ter beschikking had. Schaars ondertussen met fysiotherapeut Rob Ouderland even de balans vinden tussen hoofd en voet. Veel internationals weg, een aantal weer terug, zoals Joshua Brenet bij Nederland onder 20, net als Jurgen Locadia bij Nederland onder 21 en Santiago Arias, hier scorend, en dat mag je vieren. Hij zou spelen met zijn land Colombia tegen Amerika, die wedstrijd ging niet door en dus hij weer op tijd terug. Met het oog op het duel van zaterdag uit tegen PEC Zwolle. Daar is hij nog niet bij. Stijn Schaars hield het voor gezien na ruim een uur. Zijn eerste dagen buiten bevallen prima. De rest van de selectie deed daarna nog een intensieve partijvorm 1 tegen 1. Met de keepers. Hier het duo Maher tegen Brenet. Maher met de mooiste beweging van de dag. Maar uiteindelijk gaat het om doelpunten. En verdediger Brenet scoort en wint dus. En zo eindigen we zoals we begonnen, met een glimlach.